Goedemorgen iedereen, dit is de derde vlog al op mijn kanaal en ik ben fucking moe. Ik heb bijna niks geslapen, dat bed hier, ik weet niet, zo. Ik denk gewoon dat die kussens te zacht zijn voor mij, maar daarom laten we de dag natuurlijk niet bederven. En even mijn gordijnen te doen. Ziet, hier begint het dus al. Open doen, want vandaag is wat minder goed weer als gisteren misschien in het begin. Zoals jullie zien. Het is al wat meer bewolkt daar, maar valt nog mee. Wat ik nu ga doen is nog ontbijten, denk ik. En dan gaan we na de middag iets doen. Wat weet ik nog niet. En ik ga zien of we vandaag gaan zwemmen of morgen. Weet je, we hebben toch nog tot dinsdag. En ik heb gisteren een fout gemaakt in de video, want ik zei zondag, want het is vandaag zaterdag. Dus we hebben nog vandaag, morgen en overmorgen eigenlijk nog. Ja, overmorgen moeten we om 10 uur uit het huisje hier. En dan gaan we misschien daarna nog iets leuks doen. We zullen wel zien. Maar ik zie jullie straks terug, wanneer ik ontbeten heb. Dit doet mijn kat zo vaak. Als ze buiten wil of zo, maar soms is dat echt om 3 uur s'nachts. En dan zit ze daar te krabben. Ik heb echt zin om dan iets naar haar kop te smijten of zo. Want die blijft dat gewoon doen, hè. Tot ik haar buiten laat. En voor 1 keer, ja, mag je buiten. Ga maar. Maar we gaan eendjes eten geven. Op mijn pa altijd schitterend idee. I could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So ik heb me net gewassen en we gaan nu denk ik naar de, nu gaan wandelen denk ik, naar ergens toe. Ik weet ook niet meer wat precies. Maar naar Schijn is daar ook weer mooie natuur. We gaan daar weer mooie beelden van maken voor de vlog. En ik loop er iets om, maar boeien. Ik zie je zo meteen buiten. Te pakken hier, de groene. Dus we gaan dus helemaal zo rond het strand en dan pakken we de blauwe terug. Dus we gaan zo nu op stap. Oké, we zijn dus nu dus in Schouwe Duiveland of zoiets. En we gaan hier dus iets van 12 kilometer wandelen. En hier is zo'n mooi uitzicht. Het is wel heel slecht weer en keiveel mist. Ah, wacht. Hier gaan we dus. Duinen van Schouwen. Hier zijn dus zo van die dinges, hier zo. En dat is dus naar het schijnt, voor, want je hebt hier zo paarden rondlopen in het wild. Je gaat daar gewoon aan. Ik denk dat je wel 25 meter of zoiets daar vanaf moet blijven. Maar dat is dus zodat die paarden niet daarover kunnen. Want er zijn van die baren die zoiets afstand hebben. En als die paarden daarover zouden gaan, zouden hoeven blijven plakken daarin. En ja,
hun poot gebroken zijn. Dat is best wel slim, vind ik. Want zo kunnen mensen ook daar gewoon overlopen en zo. Alleen had mijn hond Noble wel bijna zijn poot gebroken. Daar is misschien wel een negatief punt. Maar voor de rest, dit is heel mooi. En hopelijk wordt het nog mooier. We kwamen zo uit dat bos en ineens is die ineens helemaal open. Maar echt helemaal, kijk maar. Het is echt raar, maar het is er echt mooi. En we zijn waarschijnlijk nog niet eens 2 kilometer verder of zo. We weten dus niet wat achter deze berg ligt. Dus ik mag de kop nemen en samen met jullie ga ik kijken wat het is. Bij dit uitzicht hier voel ik me echt hier in Schotland of zo. Wat ook nog iets positiefs is dat de zonnetje stiltjes aankomt. We gingen dus normaal deze groene route doen, maar hier staat dat het broedseizoen is en dat het pas 15 juli terug geopend is. Dus deze groene kunnen we niet meer pakken. En dan gaan we wel de blauwe volgen en hopelijk dat hier ook het even mooi is. Check dit uitzicht. Even. Check dit gewoon. Zo mooi. Beeldschoon gewoon. Echt waar. Ik wil hier echt gewoon de hele dag blijven. Hier kijken. Maar we gaan zo biet nog, denk ik, even het strand kunnen zien. Want we gingen die normaal zien. Maar die groene route was dus ja, weg door het broedseizoen. Maar we zijn juist mensen tegengekomen die zeggen dat we iets van een splitsing moeten pakken. En dat we dan even het strand kunnen zien of langs het strand kunnen lopen of zo. Dus ja, ik ben benieuwd. Ineens komen we dit hier tegen. Heel random, want daar is het pad. En dan kom ik dit tegen. Dit lijkt echt op een bunker of zo uit de Wereldoorlog. Kan iemand mij vertellen wat het is? Want wij vragen het ons af. Dit is echt eng of zo. Je hebt daar zo een boom. En ik herken die boom van een of andere film of zo. Want het is echt zo'n boom die daar alleen staat. Half kapot. Precies alsof ze daar elk jaar op bliksemt en zo. Wat ik nu hier zie, zijn dit. En volgens mij zijn dat hertenpoten. En als ik deze spoor volg, hè, dan gaat dat deze pad over. En dan gaat dat hier, zoals jullie hier zien, verder. En dan die hier overgesprongen. En ze zijn nog ver, want anders zijn ze hier natuurlijk niet in staan. En daar ligt nog wat uitwerpselen van hun. Dus waarschijnlijk zijn hier kort bij herten ergens. Allee, kom aan, niet vallen hè. Kom aan, kom maar op. Mooi hè. Check dat uitzicht. Dit hier is zo kapot steil en zo hoog. Als ik me durfde zou ik het doen, maar hier ga ik echt niet vanaf. Want daar zijn ook rotswanden en zo. Dus ja, maar dit uitzicht is echt prachtig. We'll be right back.
Achter hebben we juist hertjes gespot. Het spijtige is wel dat ik ze net niet heb kunnen filmen. Dus, maar er lopen dus echt wel degelijk hertjes rond. Zijn we hier achter een pannenkoek gaan eten, of een pannenkoekenhuis waar je verschillende pannenkoeken kon eten. Ik heb een pannenkoek met spek en kaas gegeten en nu gaan we naar het huisje. We zijn net terug aangekomen hier aan het huisje en even buiten gaan, weet je. Het is kei mooi weer nu ineens en ik weet niet, dit uitzicht gewoon spreekt me altijd aan. Dus ja, weet je, het is echt kei mooi. Als je dit bijvoorbeeld ziet nu, dat is een eendje. Okay, nee, dat is geen eendje, what the fuck is dat? We gaan subiet om 8 uur. We hebben een afspraak. Nee, een afspraak, dat is echt een reservering. Ja, een reservering, want we gaan op restaurant. Waar het is, volgens mij is het weer een Zierikzee of zo, ik weet het niet meer. Ik zal het u subiet nog wel laten weten. Ik heb een koekje, maar, oh, zet, pootje. Af, nee, wow, af en pff. Flinke jongen. Hier, je verdient hem. Dat wat ik net deed, met dat pff, dan moet hij zo gaan liggen. Ik vond het echt grappig, weet je, mijn paar vrienden aangeleerd. En ik doe dat elke keer als ik hem zo'n koekje moet geven of zo. We gaan nu naar Renesse, niet naar Zierikzee. En daar gaan we uit eten. Hopelijk dat het lekker gaat zijn natuurlijk. En heb je er ook zin in, Nobel? Ja, zeker. Let's go. We zijn hier aangekomen. We zijn hier nu op een parking. En, maar we hebben pas binnen een half uur zeker dat we daar moeten zijn. Ja, toch? 1 uur en half. Wat? 1 uur en half. Binnen 1 uur en half? Macht uur. Binnen 1 uur en half? Oei, oei. Dus we gaan hier nog 1 uur en half rondstappen en zien wat hier te zien valt, zeker. Een Tesla. Dat is echt mijn droomauto, hè. Later, ik wil echt een Tesla. Echt heerlijk gegeten hebben we daar. We gaan nu terug naar het huisje. Want het is hier heel koud en zo. Ik heb echt last van mijn been. Omdat we echt natuurlijk iets van 12 kilometer of zo hebben gewandeld daar straks. Maar ik zie jullie zo bij het huisje. Jongens en meisjes. Ik ben echt kapot. Gesloopt van huis. Mijn kuiten doen echt niet normaal pijn. Ik ben kapot gewoon. Weet je, we hebben 12 kilometer gewandeld vandaag. Het is echt een leuke dag, vond ik. Zeker het moment van toen we gingen wandelen. Want er waren wel heel mooie beelden. Ik vond echt heel mooi uitzicht. Dat hebben jullie ook wel gezien. Wat vonden jullie van de vlog? Laat zeker weten in reacties. En dan zie ik jullie morgen terug met een nieuwe vlog. Maandag zijn we dan zeker, ja. En dat is de voorlaatste dag dat we hier zijn. Dus toch nog even dat we hier in Zeeland zijn. Dus ik zie jullie morgen terug. Slaap wel. Een fijne dag verder en ciao.